nationale assemblée na so a regering gi antwoord na minister voor regionale ontwikkeling en sport minister Gracia Emmanuel dan a gi a assemblée sang a regering edenki aba na sportbeleid maar ook to aso ataki aba grondrechte vraagstuk taki a regering du alasani fu solugu taki apisitoliaso kwa wankaba tenminste darmi ai bedo taki de keur na wet goed en sevi ke minister da benoemu a commissie di mugo ondersteun na nationale assemblée ai nya behandeling fu a wet yaso. Geachte leden van het hoogste college van staat, dames en heren, staat u me toe om als bewindsvrouw op het ministerie van regionale ontwikkeling en sport het woord te voeren bij de behandeling van de eerste ronde van de wet staatsbegroting voor het dienstjaar 2023. Voorzitter, het ministerie van ROS is na een gedegen voorbereiding in het laatste kwartaal van 2022 gestart met de renovatie en afbouw van de logeergebouwen te Guyaba, Puketi en Godo-Olo in het district Sipaliwini. Met de afgebouwde en gerenoveerde logeergebouwen zullen de toeristen op een adequate manier geaccommodeerd kunnen worden in het binnenland en zullen bijdragen aan inkomstengenerering voor het districtsfonds, als ook zelfvoorzienend in onderhoud. Ik mag u dan hierbij aangeven dat de afbouw en renovatie van de staatslogeergebouwen op schema is en dat wij de oplevering binnen het eerste halfjaar van 2023 tegemoet kunnen zien. Voorzitter, dan gaan we gelijk naar sport. Voorzitter, ik wil beginnen om via u het parlement en het volk te feliciteren met het behalen van het kampioenschap van de Interguyanese Spelen in het vorig jaar, welke na 5 jaren weer is opgestart. Dit op initiatief van de regeringen van de Republiek Suriname en de Coöperatieve Republiek Guyana. Deze ontwikkeling wensen wij voort te zetten met onze buurlanden. De voorbereidingen voor de Spelen dit jaar zijn nu reeds in volle gang en staan onder supervisie van de Schoolsportfederatie Suriname. Als de begroting het toelaat, voorzitter, wordt het in Suriname gehouden en zullen onze sporters in eigen huis de titel verdedigen. Niet alleen de IGS ligt op het bord van het ministerie, belast met sport, maar ook de CONSUDE Games, de Zuid-Amerikaanse schoolsportspelen, als ook de internationale schoolsportspelen. Het ligt verder in de bedoeling om de nodige randvoorwaarden en subsidiemogelijkheden efficiënter ter hand te nemen, onder andere door het beschikbaar stellen van overheid, sportaccommodaties, sportleiders, sportmaterialen, ambtenaren of financiële middelen voor sporters en sportorganisaties. Het voorgaande moet uiteindelijk als doel hebben onze sporters te blijven waarderen en stimuleren om betere topprestaties neer te zetten. Voorzitter, het gebrek aan begrotingsmiddelen in het verleden heeft ertoe geleid dat de regering thans het initiatief heeft genomen om het voorwerk te doen om PPP te stimuleren ten einde betere investeringen te kunnen doen in het sportkader. In het dienstjaar 2023 zullen de potentiële partners nationaal als internationaal geïdentificeerd worden waarbij aftastende gesprekken gevoerd zullen worden. Voorzitter, het grondrechten vraagstuk. In het kader van het uit te voeren beleid door het ministerie is er in december 2022 een interdepartementale commissie grondrechten ingesteld met deskundigen van het ministerie van ROS, GBB en NH. De interdepartementale commissie collectieve rechten inheemse en tribale volken is ingesteld ter ondersteuning aan het proces voorafgaand en tijdens de behandeling CQ-aanname van de kaderwet collectieve rechten inheemse en tribale volken
en al het andere dat hieruit voortvloeit. Voorzitter, de ontwerpwet collectieve rechten van inheemse en tribale volken is op 31 januari 2023 door uw geacht college op de agenda geplaatst ter behandeling. Dit wordt als een memorabele stap aangemerkt omdat velen onder ons reikhalsend uitkijken naar de behandeling CQ-aanname van deze wet. Met de aanname van deze wet, voorzitter, zal door de staat Suriname de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken gegarandeerd worden. Ik kan u en uw geacht college aangeven dat het ministerie van ROS erop zal toezien dat gestadig gewerkt wordt aan de totstandkoming van de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken. Ik vertrouw erop dat deze wet met de nodige zorgvuldigheid en objectiviteit wordt behandeld en ten uitvoering wordt gebracht. Voorzitter, decentralisatie, DLGP 1 en 2. In het kader van het decentralisatieproces is het ministerie van plan om dit dienstjaar het decentralisatieprogramma 1 en 2, DLGP 1 en 2, te evalueren. Hierbij zal nagetrokken worden in welke mate de decentralisatie, DLGP 1 en 2, haar doelen heeft bereikt en welke lessons learned hieruit gehaald kunnen worden voor de verdere voortzetting van het decentralisatiebeleid in Suriname. Pati fujali beina sande anawanga ampolo belema tumisimo. Bika aloko fu pati jali pampila ai lolo silli. Na so minister di nota forswek fu GBB taki. Ma taki wanga ambo kwe dedije abiete na abuku opo fu dempesi so udat desa makango bau. Bika bumfu fu den jali pampila di degi da den jali jaini bushete. Ma eke regering fu minister emeke entanga fu wet di mukengi fu de kafene wampiki so mo moni. Fu kan e buku de pesi ya opo dat e debi isa kan a de wet de sama angen kolega fu uwe yo lukwa pisitoli ya so fini dati benokor de kai buku de pesi opo gi de sama fu teifende jali pampira isa ibo wanting. Vooruitlopend op de beantwoording van de in u gestelde vragen wil ik eerst uw aandacht vestigen op enkele belangrijke beleidsuitgangspunten van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het ministerie heeft zich in 2022 enorm ingezet om rechtszekerheid te bieden aan burgers middels het uitreiken van beschikkingen. In totaal zijn er meer dan 10.000 beschikkingen verstrekt aan de Surinamers. Ondanks de bereikte successen in 2022 is het ministerie geconfronteerd met diverse uitdagingen die de beleidsuitvoeringen stagneren. Ten eerste. Tekort aan materiaal en materieel, dus onvoldoende voertuigen en inventarissen. Voorzitter, het aankopen van goederen is haast onmogelijk, omdat leveranciers weigeren te werken met bestelbonnen. Dit vormt een enorme dreiging voor de reguliere bedrijfsvoering. Er kunnen onder andere geen voertuigen en inventarissen worden aangeschaft. Contante middelen die het ministerie maandelijks ontvangen, dat is ongeveer 100.000 per maand, zijn bij lange na niet genoeg of toereikend om de meest basale uitgaven te doen. Bijvoorbeeld het onderhouden van voertuigen, terreinen, gebouw, aankoop van papier en enkele andere zaken. We hebben ook tekort aan kaders. Ondanks dat we vorig jaar enkele grondinspecteurs hebben aangetrokken, hebben we nog steeds tekort. De aangetrokken medewerkers moeten nog opgeleid, getraind worden om de taken van de grondinspecteur naar behoren te kunnen uitvoeren. Er zijn in 2022 voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het project on the job training voor grondadministratie, registratie en inspectie. Binnen het programma code 02510
institutionele versterking grondbeleid. Bij de afdeling interne controle, die een cruciale rol speelt bij de controle binnen het ministerie, maar ook bij de stichtingen, waaronder SBB, bestaat er ook behoefte aan deskundige personeel, maar ook aan een van onze belangrijke afdelingen, juridische zaken. Verder hebben we ook onvoldoende werkruimte. In 2022 is een aanvang gemaakt met de renovatie van het hoofdkantoor binnen het programma 0169. Voor een efficiënte dienstverlening is het van belang dat de cruciale afdelingen van het ministerie zoveel mogelijk onder één dak gebracht worden. Momenteel zit een gedeelte aan de Meestraat, een gedeelte aan de Prins Hendrikstraat en hoofdkantoor hebben we dan ook enkele afdelingen en bosbeheer weer aan enkele afdelingen daar. Dus in totaal zitten we op 4 verschillende plekken verspreid. Verder hebben we ook te maken met schulden, oftewel rechterlijke vonnissen. De schulden hebben betrekking op onder andere grondaankopen, rechterlijke vonnissen met of zonder dwangsommen, contributie aan internationale organisaties en nutsvoorzieningen, de uitvoering van deze vonnissen, CQ betalingen van schulden leggen een enorme druk op de begroting van het ministerie. In 2022 zijn enkele vonnissen deels of geheel uitgevoerd. De betalingen van contributie en nutvoorzieningen heeft slechts deels plaatsgevonden. Voor 2023 hebben we enkele actiepunten. Ten eerste, de verbetering van het netwerksysteem, training en opleiding van het personeel van het onderdirectoraat grondbeleid. Dit in het besef dat een betere gronduitgiftebeleid staat en valt met de factor mens. Het is van grote importantie dat het personeel van dit onderdirectoraat getraind en opgeleid wordt, waardoor zij bekwamer wordt in uitvoering van haar taken. Ook verbetering van onze grondregistratie-informatiesysteem, ook uitbreiden van de applicatie GRIS ter verbetering van de dienstverlening, ook ter uitvoering van trainingen en opleiding van het personeel is een projectdossier opgesteld. Deze is een praktijkgerichte training voor ongeveer 120 personeelsleden in een tijdspad van ongeveer 1,5 jaar voor de dienst der domeinen en dienst grondinspectie die belast zijn met het gronduitgifteproces. Het ministerie heeft reeds alle goedkeuringen binnen en in afwachting op de middelen om van start te gaan. Eigenlijk hadden we gepland om afgelopen 9 januari te starten, maar helaas hebben we de middelen nog niet. Verder hebben we ook gepland training klantvriendelijkheid voor baliepersoneel, voornamelijk voor domeinkantoor. Minister Bronto Somoarjo vu Binnenlandse Zaken dan apoti bumbu pakisei kaigwe aba napolo belema fu lanti mang alanti. Bika apisitolia te lukuna wet fu a personeel wet sobum dan omesa magi kagi fu fa fasi fa a regering e registreer sama anga sama ulasi wo kwa nga lade sande. Data wan pistoli di aminister chai kwa fista kia rakhere du alasani fu solu kutaki e fu wan samawani komoto freiwillig di sa komoto en ook tu ondersteunie kong di samawani go ondernim. Mana taase de du alasani fu meke a lanti fu akonde woko efficient chai go aba woko man di de poti a woko. Voorzitter, het geachtelijk dijksteel heeft gevraagd over de Baselwet en waar de stand van zaken is om deze te verplaatsen naar volksgezondheid. Ik kan uw college aangeven, voorzitter, dat de wetgevende macht na afweging van belangen er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om in 2014 de uitvoering van de wet Nationale Basiszorgverzekering toe te kennen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorzitter, ik zie dat de eerstkomende twee bladzijden
betrekking hebben op antwoord voor het geachte lid Dijksteel. Voorzitter, rekening houdend, voorzitter, met het feit dat NPS gisteren uit de coalitie is gestapt. Voorzitter, rekening houdend met de afspraken die Pertjuilen Hoor met VHP, in het bijzonder met de ABOP, heeft gemaakt, voorzitter. Voorzitter, rekening houdend met het volle respect dat ik heb voor de vicepresident en de president, en dat ik hun gezag nooit zou desavoueren, en het respect wat ik heb voor al mijn collega's, voorzitter. Voorzitter, rekening houdend met het feit dat sommigen per ongeluk in de politiek zijn en dat mij politiek met de paplepel is ingegoten. Voorzitter, heer minister, gaat u naar de begroting, alstublieft. Dit is de begroting, voorzitter. Wil ik het volgende aangeven, voorzitter. Ik kom uit de politieke school, voorzitter, waar er niet in het parlement wordt besproken voor wat, waar, hoort, wat Pietje krijgt Marietje en Marietje krijgt Pietje. Voorzitter, ik kom uit de politieke school, voorzitter, waar er gedeelde verantwoordelijkheid, voorzitter, is. En waar verantwoordelijkheid niet wordt afgeschoven, voorzitter. Want als er mensen zijn, voorzitter, buiten deze zaal, niet in deze zaal, maar buiten deze zaal aangeven dat het niet goed gaat met de gezondheidszorg, omdat ik uitvoerend minister ben, voorzitter, dan hebben die mensen die buiten deze zaal dat hebben gezegd, niet alleen geen verstand van gezondheidszorg, maar ook geen gezond verstand, voorzitter. Voorzitter. Maar, heer minister, we gaan niet refereren naar wie wat buiten zegt. Laten we terugkomen naar de begrotingen. Geef u mij dan de kans om samen met u, met andere ervaren politici, misschien samen met de heer Rusland, om samen met de president en vicepresident, degene die geen verstand hebben van politiek, bij de hand te nemen, voorzitter. Voorzitter, ik verzoek u om de antwoorden die ik heb voor mevrouw Dijksteel, geachte lid Dijksteel, schriftelijk doen toekomen. En voorzitter, als het parlement beslist, net als in 2014, om een andere minister tot uitvoerend minister te maken van de wet, dan buig ik daarvoor, voorzitter. Voorzitter, het geachte lid Kentsehuis heeft aangegeven dat personen die ergens arbeid verrichten, niet zomaar bij het APF hun pensioengelden kunnen storten, maar daarvoor een bedrijf moeten oprichten en zich registreren bij het KKF. In de wet Algemeen Pensioenfonds 2014 staat, en ik citeer, personen die arbeid verrichten. Dat betekent dat het zelfstandigen of loontrekkers kunnen zijn in artikel 1, lid N en P staan de definities aangegeven. In het voorbeeld is de interieurverzorgster niet in loondienst voor een schoonmaakbedrijf, maar een zelfstandige. In artikel 12 op pagina 11 staat duidelijk aangegeven waar een zelfstandige aan moet voldoen. En om als zelfstandige te kunnen worden aangemerkt, dient men bij het KKF ingeschreven te zijn als zodanig. Voorzitter, het geachte lid Canapé heeft gevraagd over hoe het staat met de ambtenaren in het binnenland die niet hebben kunnen deelnemen aan de landelijke ambtenarenregistratie. Zoals eerder aangegeven bij de behandeling van de wijziging van de personeelswet, zullen wij als verantwoordelijke ministerie ervoor zorg dragen dat er missies zullen gaan naar de afgelegen gebieden in het binnenland, waarbij de mogelijkheid wordt bekeken de registratie ook via de diensten van de andere ministeries te doen geschieden. Bijvoorbeeld de bestuursdienst. Voorzitter, het lid Canapé hoeft zich niet zorgen te maken dat wij sancties gaan treffen tegen de ambtenaren die niet in de mogelijkheid waren te registreren. Voorzitter, het lid Vreedzaam heeft aangegeven dat salarissen van ambtenaren worden geblokkeerd. Voorzitter, ik kan u aangeven dat het niet het beleid is van mijn ministerie om zonder enig reden salaris te blokkeren. Als er een salaris is geblokkeerd, dan is dit geschied op basis van duidelijke, onderbouwde argumenten gestoeld op naleving van de personeelswet. Voorzitter, maar gaarne verneem ik concreet van het geachte lid om wie het in deze gaat, waardoor wij haar gericht kunnen antwoorden, voorzitter. Voorzitter, het lid Sadi heeft gevraagd naar het ambtenarenbestand, onderverdeeld naar hoog, midden en laagkader. Voorzitter,
Zie hier het belang van de verplichte landsdienarenregistratie. Urakit Ramsaran na minister voor sociale zaken en volkshuisvesting. Adakia sociaal beleid voor na regering na wasani dimu pasa no. No de da de egi monikaba na de sama di ekisi a ufi swako heisolden sama nga beperking. Ma utu aswari hisrasho bigi lolo fu sama di ekisi wampisi monite ke sigisi dunsu. Dan di opoti formulir na den desi kanto de socialisaki wei kantore en tata PCT fu de sama ka ful formulir en da dio luku en luku de forwarde fu kangi de sama yanso ondersteuning. Dank u wel. Geachte voorzitter en leden van uw geachte college. Tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2023 zijn door leden van uw geachte college verschillende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan regarderende het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Bij deze gelegenheid zal ik clustergewijs ingegaan worden op de vragen, opmerkingen en suggesties door leden van uw geachte college. Voorzitter, in uw geachte college zijn door de diverse leden vragen gesteld met betrekking tot armoedebestrijding en het gezinsbeleid. Ik kan uw geachte college als volgt informeren. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is voorstander. Voorstander van om armoede op een duurzame manier aan te pakken. Vanuit het ministerie van SOSAVO wordt er continu gekeken hoe wij de samenleving tegemoet kunnen komen om verlichting te brengen. Voorzitter, het beleidsprogramma armoedebestrijding bestaat uit de volgende componenten. Component 1, de materiële ondersteuning aan ouders met een drieling, waarbij er ondersteuning gegeven wordt voor zeker wel 5 jaren. 2, de toekenning van voeding aan overheidscrèches en particuliere sociale instellingen die vanwege hun financiële problemen een verzoek daartoe doen. En 3, de toekenning van voeding aan kwetsbare gezinnen in de samenleving en de uitvoering van speciale projecten ter behoeve van deze gezinnen om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te stimuleren. Voorzitter, vanuit het ministerie van SOSAVO wordt de focus dan niet alleen gelegd op materiële ondersteuning, maar ook om de immateriële ondersteuning te geven. De immateriële hulp en dienstverlening wordt geboden via individuele begeleiding of gezinsbegeleiding, psychosociale hulpverlening, ter stimulering van onder andere de veerkracht, de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. De begeleiding richt zich op onder andere de probleemgebieden die van invloed zijn op de individuele ontwikkeling en de gezinsontwikkeling. Om de mobiliteit van onze maatschappelijke werkers te vergemakkelijken, is er gezorgd voor aanschaf van vervoer, zodat onze maatschappelijke werkers naar de gezinnen toe kunnen gaan. Het ministerie blijft werken aan de verbetering van het gezinsbeleid. Voorzitter, met betrekking tot het sociaal vangnet en het sociaal programma. Zijn een aantal vragen gesteld door leden van uw geachte college. En vanuit het ministerie van SOSAVO is er conform haar taakstelling en de verschillende beleidsdocumenten zoals regeerakkoord 2020-2025, herstelplan 2020-2022, meerjarenontwikkelingsplan en onder andere de documenten die beschikbaar zijn op het ministerie, waarbij we dan praten over het sociaal vangnet. Er is een verschil daarin, voorzitter. En het verschil is dat het sociaal vangnet momenteel gevormd is als we kijken naar de verschillende documenten en de verschillende beleidsmaatregelen die zijn meegenomen, zoals de financiële uitkeringen, de welbekende AOV, Algemeen Ouderdagse Voorziening, AKB, Algemeen Kinderbijslag, financiële bijstand voor mensen met een beperking en financiële bijstand voor zwakke huishoudens. Dan zijn deze 4 de uitkeringen, welke dan zijn genoemd in de verschillende documenten. En nogmaals, voorzitter, als ik het mag delen via u, dat wij deze 3 of deze 4 maatregelen zeker tot 3 keer toe binnen 11 maanden hebben mogen verhogen aan de hand van de verschillende ontwikkelingen, nationaal als internationaal. Verder, voorzitter, behelst het sociaal vangnet ook nog voeding aan de opvanginstellingen en kwetsbaren. We hebben ook een volgende stap genomen waarbij is gesproken over dat van het sociaal pakkettenproject. We hebben het over dan de schoolpakketten.
waarbij respectievelijk fase 1 en 2 zijn uitgevoerd in het jaar 2021 en 2022, waarbij schooltassen met schoolmateriaal landelijk zijn verstrekt aan GLO, VOJ en VOS leerlingen, de meer bekende manier van uiting GLO, VOJ en VOS leerlingen, over residentiële opvanginstellingen en zwakke huishoudens. Dus, voorzitter, het sociaal vangnet bestaat uit een integraal pakket van maatregelen, waarbij het IMF ook bij deze zich voornamelijk richt op de 4 reguliere materiële voorzieningen van SOSAVO en de begunstigden, oftewel cliënten, van deze materiële voorzieningen moeten voorzien. Sociaal programma. Een sociaal programma, daar zijn er ook tal van vragen gesteld. Vragen waarbij ter verduidelijking vanuit de regering is besloten het sociaal programma in te voeren, waarbij er een koopkrachtversterking gegeven zal worden aan kwetsbare huishoudens. Deze koopkrachtversterking moet gezien worden in het kader van verlichting welke de regering tracht te brengen bij de transitiefase van object naar subject subsidie. Humphrey Chilipsi na veiligheidsadviseur voor president Chandrika Persat Santokhi. En in go en tapu na pistoli sambe pasa feda en fa a veiligheid mo garandeer go mo fawe. Hij nu een gesprek aan a CDS daar. Die fini uitleg fa de owoko fu garandeer a veiligheid aan ja konde. Oké, laat me alvast doorgeven dat de president zo net overleg heeft gehad met de vicepresident, de ministers van Defensie en Justitie en Politie. En ook de minister van Inrichting van Volksgezondheid, ook de DNA-voorzitter was erbij. Een aantal deskundigen van KPS en Nationaal Leger, die waren ook bij het overleg betrokken. En als resultaat van het overleg heeft de president aangegeven dat de markten vanaf morgen weer opengesteld kunnen worden. In de districten gelden er geen beperkingen. Maar ten aanzien van Paramaribo en Wanica wordt geadviseerd om voorzichtigheid te betrachten en de markten en de winkels waar er dreigingen zijn gesloten te houden. De zaak die nu speelt, de situatie, is heel ernstig opgevat en het is inderdaad een heel ernstige situatie. De regering zal geen enkel middel onbeproefd laten om te zorgen voor de veiligheid in de samenleving. Op dit moment zijn er reeds 118 verdachten aangehouden door de politie. De onderzoeken gaan door. Er zijn honderden uren aan beeldmateriaal verzameld van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan plunderingen, brandstichtingen enzovoorts. En er zal echt prioriteit eraan gegeven worden dat deze mensen worden binnengebracht. De boodschap die wij willen geven aan de samenleving is dat deze zaken absoluut niet geaccepteerd zullen worden. Niemand heeft moeite met democratische uitingen, dat mensen van hun recht om vreedzaam te betogen gebruik maken. Maar wat hier is gebeurd, dit gaat veel te ver. Dit gaat om vernielingen, het gaat om brandstichting en de schade die wij aan onze natie toebrengen. Dat gaat toch heel ver, veel te ver. En de maatregelen zullen dan ook niet uitblijven. Ik ga wel aan, 118 arrestaties en er zullen nog veel meer volgen. De mensen moeten dit niet als iets simpel en eenvoudig zien. Het zijn heel ernstige strafbare feiten waarop jarenlange gevangenisstraffen staan. Dus ik wil ook aan de ouders doorgeven om hun kinderen niet op straat te sturen om deel te nemen aan dergelijke gewelddadige, niet vreedzame uitingen. Er zijn mensen die oproepen om weer andere gewelddadige acties uit te voeren. Men moet zich niet laten meeslepen. Voor zover het gaat om vreedzame uitingen, zal men alle ruimte krijgen om dat te doen. Maar in deze situatie moeten we wel voorzichtig zijn en de nodige maatregelen treffen zodat de veiligheid gegarandeerd blijft. De eenheden van politie en Nationaal Leger die werken samen eenmaal 24 uur om de orde en rust te handhaven. Gisteren is het redelijk rustig gebleven op één incident na. En vandaag zijn alle eenheden op straat om te zorgen dat de rust bewaard blijft. En bij eventuele ongeregeldheden die zich eventueel nog kunnen voordoen,
zal er resoluut worden opgetreden. Laat men daarmee rekening houden dat de ernst van de situatie vereist dat er ook serieus wordt opgetreden door de veiligheidsdiensten. En dat moet men wel meenemen. Angadisi ukona kabafu na gongo sabotof tidem taki gantangi di luku. Wa moin shiti meti ne winsi. Tefeda, anga wanyu aflevering.